Tijdens de wedstrijd van FC Lienden tegen Spakenburg was de jeugd van Lienden actief. Maatschappelijk zijn zij betrokken bij de stichting Ambulancewens. Welkom op Sportpark de Abdijhof in Lienden. En daar vonden we iets bijzonders. Een aantal jonge mensen die met de collectebussen rondgingen. En dat was allemaal voor de stichting Ambulancewens. En dan heb ik hier een meneer bij me met een prachtige beer. Uw naam? Jan van Katwijk. Don, wat is dit voor een beer? Waar staat hij voor? Voor Mario, onze mascotte van de Stichting Ambulancewens. En wat doet dan een Stichting Ambulancewens? Die vervult de laatste wensen van mensen die terminaal zijn en afhankelijk zijn van liggend vervoer. En geldt dat alleen voor mensen die al een beetje een behoorlijke leeftijd hebben bereikt of is het ook voor wat jongere mensen? Nee, wij hebben geen leeftijdscategorie. Onze jongste is geweest een paar weken en onze oudste is 100 jaar. Als ik nu kijk wat voor wensen dat jullie allemaal in vervulling hebben kunnen laten gaan, zou je er dan één of twee uit kunnen vissen? Alle wensen zijn even bijzonder, maar de meest voorkomende wens, wij Nederlanders, wij hebben wat met zee. Dus je ziet veel voorkomen mensen die toch nog eventjes naar de zee toe willen. Strand, zee, dat is de mensen dierbaar. Ja. En dat proberen jullie dan met die Stichting Ambulancewens in vervulling te laten gaan, zodat die mensen nog eens een keertje hun allergrootste wens kunnen beleven. Klopt, 230 vrijwilligers, 6 ambulances, elke dag zo ongeveer 4-5 wensen. Kost een heleboel met geld? Klopt, en zonder sponsors kunnen we niet, want we werken allemaal met vrijwillig, allemaal afhankelijk van donaties. Ja. En mensen die geïnteresseerd zijn om de stichtingen te ondersteunen, die kunnen vast wel terecht op de website waar wat meer informatie staat, denk ik. Hè? Ja, www.ambulancewens.nl, daar is alles te vinden, wie we zijn, wat we doen. Verhalen van de mensen, spreek voor zich. Ik wens jullie met de stichting heel veel succes de komende jaren. Hartelijk dank en zeker dank voor de aandacht, want die hebben wij hard nodig.